Zitten hier aan de bovenkant, aan de bovenrand van de kogge. Met hier de binnenkant van de kogge. De spantjes die tussen de wegering en de huid zitten. Dit is de huid. Met hier allerlei concreties. In die concreties, daar zitten jufferblokken. De jufferblokken die werden gebruikt voor de tuigage van de mast. Hier zie je een hele mooie jufferblok met drie gaten erin. En zoals je kan zien is de buitenkant van de huid mooi bewaard gebleven. Buitenkant van de huid. Oké, einde.